Zaterdag 22 februari presenteerde Willem-Britt Stier zijn nieuwe graphic novel Opstaan en Doorgaan. Het vervolg op Wilskracht in boekhandel Donner in Rotterdam. Willem en de uitgeverij hadden mij gevraagd om hem te interviewen bij deze presentatie. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En na het interview was er natuurlijk tijd voor de signeersessie, dat mensen zijn boek konden kopen met een tekening erin. Na de signeersessie heb ik Willem nog even gesproken voor deze vlog. Ja. Is dat flatcoat genoeg? Wat zou tekenen doen? Ja. Ik mis de staart van de flatcoat. Ja. Die krijg je de volgende keer dan. Je hebt ook nog graag zijn staart meer. Het is wel minimaler geworden, meneer Ritsier. Je is een oude bekende, neem ik aan. Ja. Lang geleden. Oké. Okay. Dus, het is natuurlijk een fantastisch boek. Dit moet je gewoon kopen. Dit is sowieso een verhaal wat gedragen wordt door een hond. Daar zijn er gewoon te weinig van. En wat zo positief in het leven staat, dat boek dan. Ja, het is... Doe. Lees hem. Hey Willem, dit is, je hebt je boekpresentatie achter de rug. Ja. Hier in Donner. Hoe is dat voor jou, zo'n boekpresentatie? Ik vind het ontzettend leuk om gewoon mensen te zien die het boek kopen en om wat ze erover zeggen en zo, weet je wel. Er is er eentje die vond mijn gewone boeken, mijn andere stripboeken en zo, dat vond hij wel grappig, maar hij vond dit echt geweldig. Ja. Dat moest ik meer doen. Je weet hoe het gaat. Het zijn van die dingetjes dat je kan wel meer doen, maar het moet zich wel aandienen. En het duurt meestal ook wel 2-3 jaar voordat je echt daadwerkelijk iets op papier hebt. Ja, precies. En laten we even kort samenvatten. Wilskracht ging over dat je vrouw kanker kreeg en uiteindelijk overleed. En dat hele lijdensproces eigenlijk wat daaraan vooraf gaat. Ja. Dit boek gaat over hoe je het leven daarna weer oppakt. Ja. Ja. Waarom voelde je geroepen om dit tweede deel te maken? Ten eerste omdat ik, dat klinkt misschien raar, maar ik vond de stijl heel leuk om in te werken. Om het steeds grafischer te maken, om het beeld te laten werken. En eigenlijk was het daten ook wel vrij confronterend. Op een andere manier dan de dagen, het afscheid van Wil en dergelijke. Maar het was wel vrij confronterend soms. Ik heb in die 26 dates die ik heb gehad, heb ik best wel... de wereld heel anders leren zien. Ik was me nooit zo heel erg bewust dat er zo ontzettend veel leed eigenlijk was. Dat was het best wel. Heftig, dus hè? Ik vond het heel heftig, ja. En die dingen die je dan gehoord hebt, gaat dat nog later in je strips terugkomen? In een fictieverhaal bijvoorbeeld, elementen daarvan. Word je daar dan ook door geïnspireerd? Dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet weten. Misschien wel. Kijk, het blijft altijd iets in je achterhoofd hangen natuurlijk. Dat je dan zou gebruiken en dat je... 5 jaar later zegt van, oh ja, tuurlijk, logisch. Ja. Hey Annette, je bent een van de vrouwen met wie Willem gedate heeft. En je date staat ook in het boek. Dat klopt, ja. Net gezien. Hoe is dat voor je? Nou, heel apart. Hij gaat over meer dan 10 jaar geleden zoveel met elkaar wel gedeeld. En ook vooral via de mail. Dus ik zei tegen Willem, er hangen 3000 mails in de lucht. Daar kan je wel eens een boek over maken misschien. Dat er ooit nog dit geworden is. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik heb het nog niet precies gezien. Maar, nee, maar wie was je? Kun je het laten zien? Ja, dit ben ik. Dit ben jij? Kennelijk, ja. Oh, wat grappig. En hoe is het nou om jezelf als stripfiguur terug te zien? Ja, moet ik nog even aan wennen natuurlijk. Ik heb het nog niet goed gezien, maar... En verderop ben ik ook nog een keer bij hem thuis geweest. En hij zei, ik heb een kerststuk van je gekregen. Oh, je was van het kerststukje? Ja, dat wist grappig. Ik dus niet meer. Hè. Dan kan je nagaan hoe je dingen... Dus ergens verderop komt het kerststuk. Maar goed, dat moet je nog maar eens bladeren. Ja, dat is goed. En er waren vandaag ook 2 dames aanwezig die in het boek voorkomen. Ja. Dat vond ik. En ik heb net even met 1 van de 2 gesproken. Hoe vind je dat ze er waren? Ja, leuk. Leuk, ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar het was ook wel een leuke tijd. Waarom teken je eigenlijk zonder gezichten? Want dat is een hele nieuwe stijl die we nog niet van je gezien hadden eigenlijk voor Wilskracht. Dus. Ik heb geen idee, joh. Het is gewoon ontstaan. Want ik zei, ik ben natuurlijk een gevoelstekenaar, een gevoelschrijver. En ik heb niet zo heel erg van dat ik denk van, nou zo moet het of zo moet het. Het ontstaat gewoon, het rolt gewoon door. Vandaar dat mijn andere strips altijd zo snel zijn. Het rolt over elkaar heen. In eerste instantie ging ik het doen en toen dacht ik, nou dat voelt wel goed. Dan moet ik het dus uit de beweging halen. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, het is niet een hele bewuste keuze, maar wel een, het is ontstaan. Ja, maar het is...
gemaakt heeft als meerwaarde, had je het ook nog vanmiddag over. We hebben elkaar natuurlijk gesproken. Uiteindelijk zie je de meerwaarde erin, doordat mensen die het lezen, die worden geconfronteerd met, niet met uitdrukking, niet meer met gezichten, maar meer met de personen, zodat ze zich meer in het boek in kunnen leven. Dat ging ik op een gegeven moment voor mezelf wel begrijpen. Vooral na Wilskracht, dat mensen zeiden van ja, dat vind ik wel goed dat je geen gezicht hebt gedaan. Want het trekt me meer in het boek dan, dan dat het had was geweest met gezichten erin. Ja, dat is interessant. Ja. Willem, ik ben zeer benieuwd. Ja. Hoorde? Ja. Je hebt de vorige natuurlijk gelezen, of niet? Ik heb de vorige gelezen, ja. Ja, wat vond je ervan? Ja. Ik was wel onder de indruk. Ik was vooral erg benieuwd naar, omdat ik ooit iets vergelijkbaars heb meegemaakt. Ooit mijn vrouw aan kanker verloren. Wat me vooral opviel waren de verschillen. Die sprongen meer in het oog dan de overeenkomsten. Dus ik ben wel heel benieuwd naar deze fase. Want die heb ik natuurlijk ook doorgemaakt. Ja. Wat daar dan weer de verschillen en overeenkomsten in zijn. Hey Willem, hoe is dat nou als je door je eigen werk heen bladert terwijl het klaar is? Wat doet dat met je? Oh, ik ben heel tevreden met wat het geworden is. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar doe lekker wel. En voor mij mag je het zeggen. Als ik er doorheen blader, vind ik het zelf heel leuk. Ja. Ja. Dus je bent niet iemand die dan meteen een fout ziet? Ja. Zeg maar. Ik zie er zoveel. Ja. Daar kan ik me niet eens meer zorgen over maken. Nee. Natuurlijk. Er zijn alle dingen die je anders had willen doen. En als ik het zo bekijk, zou ik ook heel graag dingen in Wilskracht over willen maken. Maar ja. Op een gegeven moment moet je gewoon stoppen. Je kan niet aan de gang blijven. We hebben nou deze middag achter de rug. En je gaat natuurlijk wel nog signeren waarschijnlijk hier en daar. Ja, waarschijnlijk wel. Denk ik. Ja. Wat wordt je volgende stap? Is het autobiografische gedeelte nu klaar? Of denk je van, nou, er zit nog wel meer in de pen? Nee, er zit nog wel meer in de pen. Het is ook natuurlijk de periode daarna is Mink overleden. Wat ik ook nog wel in het boek wil noemen. En er zijn nog veel meer dingen natuurlijk ook gebeurd. Dus, Even voor de duidelijkheid voor de kijkers thuis, mochten ze niet weten. Het gaat over Mink Oosterveer, met wie je jarenlang samen hebt gewerkt aan strips. Ja. Hij was een tekenaar. Ja. En jullie hadden eigenlijk een soort professioneel huwelijk. Ja. Zo kun je dat wel noemen. Ja. Ja, dat zou wel mooi zijn als je daar nog iets mee kan. Ja, toevallig is hij ook een van de figuranten die meespeelt in Wilskracht. Hij komt maar één keer ervoor. Hij loopt over de parkeerplaats van het ziekenhuis. Mink woonde in Dordrecht en Wil lag ook in het ziekenhuis in Dordrecht. En dan heb ik hem op de achtergrond getekend. Dus dat in principe komt hij natuurlijk al enigszins in voor. Ja, te gek. Ja. Maar dat wil ik toch een beetje aanstippen ook, dat gebeurd is. En hoe ik dat ga verwerken weet ik nog niet. Maar het is de basis, basis van het verhaal is een, hoe zeg ik dat netjes? Het is de scheiding van mijn vrouw nu. Wat er gebeurd is. Haar scheiding van haar man. Ja, dat is zo'n raar verhaal. Dat ik iets had van, dat zei je zelf ook. Van daar moeten we iets mee doen. Ja. Dus Nou, top man. We gaan het lezen. Ja, zeker. Over een jaartje of drie. Ja, dan hoor je wel weer als je me weer mag interviewen. Ja, dat is goed. Als je me weer wil interviewen. Ja, dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Ja, dat is zeker de vraag, ja. Altijd diezelfde boeken van die man. Zeik van die gozer. Hey, dankjewel Willem. Ja, graag gedaan. Opstaan en doorgaan ligt dus nu in de boekwinkel en in de stripwinkel. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog en op naar de volgende.